Het ministerie van LVV heeft afgelopen zaterdag 500 kilogram rattengif verstrekt aan 19 paddyboeren. Ook andere subsectoren binnen de landbouw in Ikeri, die worden geteisterd door ratten, zoals tuinbouwers, zullen dit gif krijgen. Het gif dat gedistribueerd is onder de boeren is een concentraat dat vermengd is met de breukrijst en paddy. En deze moet in hoeveelheden van 50 gram in plastic of bamboebuizen op afstanden van 20 meter op de dammen van de arealen worden geplaatst. Het ministerie van LVV en Koeldiepzing Infra NV hebben een contract ondertekend in verband met de tweede installatie van pompen te Bombay in Saramaka. Dit is de tweede aanzet in het kader van de 19 pompen die in 2019 vanuit India zijn binnengehaald om op 10 locaties te installeren. De waterpompen zijn nodig vanwege de toename aan neerslag en om het waterhuishouden te optimaliseren en te verbeteren, zodat boeren meer kunnen produceren. En het ministerie van Openbare Werken heeft op zondag 1 januari haar 167-jarig bestaan gevierd. Het begon in 1856 toen het bouwdepartement werd opgericht. Bij de oprichting was het kantoor van dit departement gehuisvest aan de Kleine Waterstraat. Het ministerie van Openbare Werken bestaat nu uit 4 directoraten en is landelijk operationeel.